moet je nog wel je tijd besteden aan Instagram als marketingkanaal? Dat is de grote vraag en misschien ga jij niet heel erg blij worden van deze video. Want het algoritme. Ik heb een keer een post gemaakt waarin ik zei, het ligt niet aan het algoritme, het ligt aan jou. Op dit moment zeg ik, het ligt duidelijk aan het algoritme, want hoe bagger is dat op het moment? Het is echt te heftig. Nou, Instagram wil natuurlijk sowieso dat jij nieuwe content blijft maken continu. Meerdere posts op een dag, reels, stories. Ze willen dat je actief bent, comment bij anderen, comment op jou, DM-gesprekken voert. Nou, ze willen eigenlijk iets wat onrealistisch is. En je voelt je misschien wel soms zo'n hamsterwiel rennend in, als hamster in een wiel. Vrij logisch. Maar continu omdat je maar content moet blijven maken. En op een gegeven moment, een tijdje terug, dacht ik, waar de F ben ik mee bezig? Doe normaal, ik ben helemaal klaar mee. Ik zit hier mijn uiterste best te doen op supergoeie content en het algoritme laat het aan heel weinig mensen nog zien. Dus oké, het roer moet om. En ja, hoe zet je Instagram dan in? Ik ga dat zo vertellen, maar eerst. Hi, ik ben Sanne en ik help vrouwelijke ondernemers aan meer klanten via hun online kanalen. En vind je mijn video's nou tof, handig, heb je er wat aan en wil je meer? Ik heb een gratis training voor je gemaakt en die vind je in de beschrijving van deze video. Laat je gegevens even achter en je kunt gelijk aan de slag met die training. Oké, terug naar Instagram. Naast dat het algoritme dus helemaal ruk is op dit moment, is er nog een nadeel aan Instagram. En dat is wanneer je dus content maakt, ook al doe je het veel en plaats je veel, je content is sowieso niet vindbaar. Je kunt niet op Instagram iets in de zoekbalk tikken en dan kom je een post tegen. Dat gebeurt niet. Zoals je bijvoorbeeld op Google doet. Op Google tik je iets in en dan kom je precies allerlei artikelen tegen die je nodig hebt. Nou ja, op Instagram werkt dat dus niet zo. Vooral recente content komt voorbij op je tijdlijn en daar draait het dus om. Maar de content dus die je maakt, als we even kijken naar gewone posts, dus geen reels, dus gewone content. Wat er gebeurt is dat die 24 tot 48 uur zichtbaar zijn. Dus dan wordt die gepusht onder je volgers en eventueel nieuwe mensen. Maar ja, 24 tot 48 uur is niet heel erg lang. En zeker niet als je kijkt dat je misschien wel een uur, anderhalf, weet ik het hoe lang, aan je post hebt besteed. Als we kijken naar reels. Reels zijn wel iets langer zichtbaar, omdat Instagram wil dat je reels maakt. Ze willen niet dat iedereen naar TikTok gaat. Dus daar belonen ze je voor door meer bereik te geven dat het langer zichtbaar is. Leuk en aardig, maar daarbij ook weer, na een paar weken is dat ook wel weer uitgedoofd. En het is dus niet meer vindbaar. Als we kijken naar blogs of YouTube, wordt het een stuk interessanter. Want als je op Google iets intikt, als je iets zoekt, dan kom je artikelen tegen. En dat kunnen dus ook blogs zijn, maar ook YouTube-video's. Oftewel, de content is vindbaar. En op YouTube zelf, het is natuurlijk van Google, daar tik je ook iets in op de zoekbalk en je vindt allerlei gerelateerde video's. Bij YouTube kom je soms video's van 3 jaar geleden nog tegen. Dat betekent als jij je tijd besteedt aan een YouTube-video, en ja, dat kost vaak wat meer tijd dan die korte, kleine content op Instagram, maar je krijgt dan wel veel meer terug. Je content kan dus nog jaren later gevonden worden. En bij Instagram, alles wat je daar maakt, is eigenlijk een soort van verloren van je tijd. Ja, je kunt het wel hergebruiken, maar het is niet dus vindbaar zoals YouTube. En blogposts, hè, die zijn dus ook vindbaar, moet je goed zijn in SEO, maar ook dat is super interessant. Waar ik me nu vooral op ga focussen, is het laten groeien van mijn e-maillijst en de YouTube-video's. Ik was al bezig met YouTube-video's en het groeien van mijn lijst, maar dat was maar gewoon een klein beetje ernaast, want al mijn focus was op Instagram. Nou, je kent het gezegde wel, hè, van don't put all your eggs in one basket. Dat is ook het geval met een social media platform. Sowieso, je kunt gehackt worden of er vanaf worden gegooid. De e-maillijst is altijd goed om als backup te hebben. E-mailadressen die verdwijnen niet zomaar. Het is echt jouw lijst. En andere platforms en kanalen die kunnen wel zomaar verdwijnen of niet meer populair zijn. En stel je voor, je hebt 100.000 volgers op Instagram. Niemand wil meer op Instagram. Iedereen verhuist naar TikTok bijvoorbeeld. Ja, dan is hartstikke leuk dat je 100.000 volgers op Instagram hebt. Maar daar heb je er helemaal niks aan als het helemaal niet meer populair is. Dus, ik focus me dus nu vooral op YouTube en ga daar kleinere content van maken. Kleine stukjes content die ik weer kan plaatsen als Reel, die ik kan plaatsen als TikTok. Dus met één stuk content ga ik
veel meer kleine stukjes content maken. In plaats van dus alleen maar nieuwe content en unieke content. Dit kun je ook doen met je nieuwsbrief of een blogpost. Die kun je ook weer opknippen in kleinere stukjes en daar weer content voor maken of kleine video's voor maken. Dus voor Instagram of TikTok of YouTube Shorts. Je moet vooral kijken naar hoe je het slimmer kunt aanpakken. En dit is natuurlijk een veel slimmere manier van één groot contentstuk en daar allemaal kleine stukjes van maken. In plaats van de godganse dag alleen maar nieuwe content maken. Dus dit is eigenlijk, je hebt al één stuk content en dan kan je iemand inhuren bij wijze van die kleinere stukjes content voor je maakt. Dat is al helemaal tijdtechnisch super slim om te doen, zodat jij andere dingen kunt gaan doen. Dus ik zou je willen adviseren om ook te kijken naar andere kanalen, dus waar je de grotere content op kunt gaan maken. Dus laat sowieso je e-maillijst groeien en ga aan de YouTube-video's. Want videocontent sowieso. Kijk naar de populariteit van TikTok. YouTube is ook nog steeds gigantisch populair. Reels zijn populair. Allemaal videocontent. Video is belangrijk, wordt nog steeds belangrijker. Omdat mensen daarmee veel meer een connectie met je krijgen. Ze kunnen veel beter aanvoelen wat voor persoon je bent. En of jij dus een fijn persoon voor hen bent. Om ze te helpen bij hun probleem, verlangen, pijnen. Nou, je kent het riedeltje wel. Als we even kijken naar TikTok. TikTok is ook super populair en Gary Vee zegt het eigenlijk al heel lang. Ga op TikTok. Ook als je business bent, ga op TikTok. TikTok was eerst fun en alleen maar dansvideo's. Maar je ziet steeds ook meer business accounts daarop zitten. Die daar goede tips en tutorials en dergelijke delen. Als we kijken naar het toekomstperspectief van alle apps. Is de vraag dus, hoe populair blijft Instagram nog de aankomende jaren? Ja, niemand kan het natuurlijk echt voorspellen, maar Instagram is niet meer zo heel erg authentiek. Het was een fotosharing app en dat is het al lang niet meer. Het is een soort verkapte YouTube en TikTok geworden. Maar TikTok is nog steeds TikTok en YouTube is nog steeds YouTube, wat zij in de essentie waren. Dus wat Instagram gaat doen in de toekomst, ik weet het niet. Maar ik denk wel dat het slim is als jij niet alleen maar je focus gaat leggen op Instagram. Want de kans is groot dat de andere kanalen in populariteit straks voorbij gaan aan Instagram. Het hele ding echter van Instagram is dat het nog wel heel erg interessant is om aan klanten te komen. Kijk, TikTok, je kan er heel veel bereik mee krijgen, maar hoe converterend het is, weet ik nog niet. Instagram kan super converterend zijn, oftewel dat je volgers worden omgezet in klanten. Maar op Instagram heb je wel veel meer tools om mensen jouw diensten te laten kopen. Je hebt bijvoorbeeld de linksticker natuurlijk in stories. Je hebt je link in bio waar mensen naartoe kunnen. Je kunt DM-gesprekken voeren. Met stories ben je veel dichter bij de mensen dan wanneer je gewoon een videootje online zet. En daar komt dus ook vaak meer interactie door. Je hebt polletjes, je hebt veel meer opties dan in TikTok en bij YouTube. Dus converterend technisch gezien is Instagram nog wel een heel erg goed marketingkanaal. Dus ik zou niet zeggen, oké, overboord met Instagram, maar wel verleg je focus en ga wat slimmer met je content aan de gang. Maak lange content, nieuwsbrief, blogs of YouTube-video's, maak daar kleine content van en ga die posten dus op Instagram en TikTok. En Pinterest zou je ook nog eens kunnen gebruiken om daar je korte content ook op te plaatsen en die weer door te linken aan de lange content. Dus ga heel goed kijken waar ben jij nou het sterkst in. Ben je super sterk in video's maken? Ga meer video's maken en ga zeker op YouTube. Ben je sterker in schrijven? Ga die e-maillijst laten groeien. Ga nieuwsbrieven schrijven. Ga blogposts schrijven als dat je kracht is. Videocontent is niet meer weg te denken. Dus ook al ben je heel erg goed ook in teksten schrijven, is het ook slim om te gaan experimenteren met video. Om te kijken hoe je dat eigen kunt maken. Maar kijk alsjeblieft verder dan Instagram alleen. Want het is echt zonde om je tijd alleen maar daaraan te spenderen. Omdat de return on investment, de tijd die jij steekt in het content maken. En hoe kort die eigenlijk zichtbaar is en totaal niet vindbaar is. Is eigenlijk natuurlijk gewoon heel erg zonde. Is minimaal die return on investment. En als je kijkt naar die andere platformen. Als je dus werkt van lange content naar kleine content. Is dat natuurlijk veel logischer. En je bent gelijk op meerdere platformen zichtbaar en vindbaar. Wat jij ook misschien een handige video vindt, is deze over hoe je nou echt gaat opvallen met je bedrijf. Want leuk, allemaal content maken, maar dat moet je wel op de juiste manier doen natuurlijk. Hoe val je nou echt op? Want heel veel mensen maken content. Dus wat maakt dat iemand stopt bij jouw content? Daar moet je ook over nadenken. Nou, hoe je dus echt kunt gaan opvallen,
vertel ik je in deze video met een superleuk voorbeeld van Alberto Schilder. Hij is schilder. En ja, ook met doodnormale bedrijven kun je het helemaal anders aanpakken. Hele andere marketing inzetten, zodat je dus meer gaat opvallen.